om je te kwalificeren voor een kwart of een halve. En zojuist heb ik gehoord dat de kwartfinale direct wordt gereden naar de Mainzers. Dus de kwartfinale wordt direct naar de Mainz gereden. Open klasse 7 minuten gaan kijken. Guusje van der Leijden, team het BMX team. Hij gaat aan de leiding. Dan kijken we naar de man op de tweede plaats. En dat is de man met de 205. En de 205 is Rick Schakeraar. En waar is Jim Struik? Die zit daar op die derde plaats. Flying Dales, oh! Even de pedalen stil. En hij is die vierde plaats is hij kwijt. Mike Bouwmans hield de pedalen stil. En gelijk daar buitenom kwam die man uit van de Wiels vandaan. 88, Rens Duizelbloem van de Wiels, die kwam daar voorbij. Het is op 1 van de einde. Dan kijken we naar Schakeraar, Struik. En de vierde plaats voor Rens Duizelbloem. Vertrokken zijn we in de volgende groep, min 7 jaar. Oeh, Eewijk, Ralf van den Broek, hij heeft de leiding van Eewijk daar op die tweede plaats. Oeh, even een klein stuurfoutje voor de man met 205, Camille Beumer. Camille Beumer die verliest daar door zijn derde positie. En de man uit Wiels, Stef van Doorn, die gaat daar naar voren komen. De man met 153, het is de Steve Tellen BMX team met van den Broek, van Eewijk, dan van Doorn. En de vierde plaats die gaat naar Camille Beumer. Heel snel zacht daar van de man met 253. We hebben het dan. Wasseluid Max van Eindhoven. Die is aan het duwen. Heel snel weg. Wat een mooie start. Goeie rijden. De man uit Nuland vandaan. We gaan kijken naar die tweede plaats. De 244 van Tim van den Broek. Tim van den Broek die daar op een tweede plaats zit. Volgens mij heten alle mensen uit van de Wiels van den Broek, ik heb er al heel veel gezien. Merakel die zitten daar op een vierde plaats. En wie is die man dan tussen? Is dat, even kijken naar het Amazone vandaan. Dat is Wietno van Rijswijk. Het is Eindhoven 1, van den Broek, Rijswijk en dan Ryan Merakel. Race nummer 15 is vertrokken, de open klasse 12 is al binnen. Dus we gaan het lekker rustig aan doen. Het is Holman, de Pie, Kiki en Sitte. Amazone die gaat daar naar voren komen. Niels Hobo, de Amazone aan de leiding. Dan kijken we naar Loekie Loek die daar op de tweede plaats zit. En dan moet ik even op een lijstje kijken. Dat is de 271 van Len Verstegen. Len Verstegen daar op die tweede plaats. Zara Maandhoek daar in de WK-finale. Maar natuurlijk ook hier vooraan op een derde plaats. En dan zien we daar Femke Gerritsen. De dame die ook in die WK-finale was dat. Volgens mij op een zesde plaats. Kijk, gaat hij mee als vierde. Loek, loek, zien we hier naar voren te komen. We gaan even kijken. Dat moet Boy van Hassel zijn. De man uit Amersfoort aan de leiding. Pieter van Langveld. De man die in de WK-finale zit. En die een lekker meedraait op die tweede plaats. Met zijn zachte nummer 13. Flying Devils daar op een derde plaats. Michael van Leijsen. En dan gaan we naar de dame met zachte nummer 181. Anja Jacobs. Ja, we gaan kijken, Koentje van der Wijs. Koentje van der Wijs hier aan de lijn gaat de man met startnummer 26. Dan kijken we naar Nick Schepers. Nick Schepers van het Dream Team. De man met 25 op die derde plaats. De tweede plaats moet ik zeggen. De derde plaats gaat naar de man van, even kijken, van Volkel. En dat is Dave van Lieshout. En de vierde plaats gaat naar Amazone met startnummer 339. Max Volkel. En het is wederom Amersfoort, Roan Struik. De man die een behoorlijke blessure achter de rug heeft in de schouder. Maar nu weer lekker meedraait hier tijdens de AK hier in Maden. Op de eerste plaats gaat het 3-0-1 van Mike Verrooy. De man uit Veldhoven vandaan. En dan zien we daar super duper Mabo. En dat is natuurlijk Noah van Essen. Oké. Dan de One Bicycles, Kevin van de Groenendaal. Wasselaars met de 16 plus open klasse. Jochem Nulman, die gaat hier aan de leiding. De man uit de buurt van Barendrecht vandaan, dacht ik. Die hier aan de leiding gaat, Orange BMX team. Daar kijken we naar Tom Mandemakers. De man van het Verluvium op de tweede plaats. En dan de derde plaats gaat naar Judith Pauw. En de vierde plaats naar de man met zachtnummer 314. Max van den Hoven. Oké, race nummer 4
29 is vertrokken. Wie? Smit. TVE Sports, die komt daar naar voren met startnummer 22, dacht ik. Inderdaad, Dion Vriends. Dion Vriends, de man uit Tegelen, vandaan daar op de eerste plaats. Dan kijken we naar Mike van Mierlo van het Callum BMX team. Stijn Knouwen, die zit daar op die derde plaats. De man met startnummer 11. En dan de vierde man is de man met startnummer 302. Mark Verstegen. Mark Link, die daar aan de buitenkant als eerste rijdt, is de man van het National Talent Team op de eerste plaats.